zo mooie vlekjes. Krijg ik nou een kusje van jou? Oh, ben jij ook een schatje? Altijd krijg ik weer knuffeltjes of kusjes terug. Zo. Nou, vandaag is het eerste dag van het weekend, het is zaterdag. Zometeen eventjes een kastje ophalen. Waar ik voor een koopje op de kop getikt heb. Voor in de keuken extra erbij voor mijn servies en zo. Had ik een tijdje terug eigenlijk al aan het zoeken. Maar ik moet hier ruimte hebben voor eventueel een box of zo. Omdat die hier niet tussenin past. Dus heb ik die andere kast opgeruimd. Dan heb ik hier een nieuw kastje gevonden wat iets groter is voor mijn servies. Dus die ga ik daar even ophalen. Ik had toevallig een kastje een tijdje terug gezien bij IKEA. En ik denk, oh, dan kan ik wel eens een keertje gaan kijken. Maar toen dacht ik, nou ja, om thuis te laten bezorgen moest ik dan iets van €30 betalen. En dan kwam ik hem tegen op Marktplaats. Ik heb een beetje gemeten. Volgens mij past het precies in de auto. Dus dan ga ik mij gelijk even aan wagen. Moet wel lukken. Ik heb gisteren even spanbanden gekocht en zo. Dus mocht het iets met de klep open, kan ik hem in ieder geval goed strak dichtbinden. Dus dan ga ik daar heel even voor op pad. Ga ik mooi even de kastje ophalen. En dan kan ik hier mijn servies en alles weer makkelijk opruimen. Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd een beetje. Want het was even allemaal een beetje rommelig anders. En dat is ook een kastje waar ik, mocht ik een ander huisje vinden, ook makkelijk zelf mee kan verhuizen en kan sjouwen. Dus dat vind ik ook fijn. Nou, dat was even iets gulzig. Maar goed. Dus, dan ga ik zo eventjes doen, ja. Even halen, even een kratje achteruit de auto halen. Even de oude printer nog eventjes. Ik moet hem even in de kring brengen, maar ik ga nou eerst dit doen. Dus dan ben ik mooi op tijd dadelijk bij hen. Nou, het is niet normaal. Ik heb geluk, jongen. Want dat ding past er precies in. Dat ging net. Dus nou op naar huis. Ik kan het lekker uitdoen. Even kijken of dit misschien nog wat verf nodig heeft. Dan kan ik binnenkort even kijken. Ik heb eerst even een beetje opruimen woede. Dus dat ga ik eerst even doen. Zo, spierballen. My god. Maar we got it. Nou, even poetsen. Nou, even kijken. Nou, voor het oog heel eventjes amandel schaafsel gebruikt. Ziet er ook wel lekker uit, hè? Die amandelcake. Nou, boodschappen gedaan. Dus weer tijd om er eventjes lekker soepje te maken. Heerlijk eigen gemaakte tomatensoepje. En kip harissa kon natuurlijk niet ontbreken. Ik hoorde ook ergens poesje. Even opletten. Oh. Ja. Nou, net even een sollicitatiegesprek gehad. Even kort via de telefoon. Dus dan krijg ik te horen of dat ik op gesprek mag komen. Dat zou fijn zijn. Dus eventjes afwachten. Dus ik ga nou mijn cv op die afdeling neerleggen en dan krijg ik daar bericht van terug. Ja. Dus ik ben benieuwd. Zou leuk zijn. Nou, kom. Poepie. Skeetje. Nou, gaan we vandaag eventjes lekker een beetje opruimen. Want ik heb gisteren
pakketje binnen gehad met spulletjes. Spulletjes die ik in huis nog nodig had. Dus compenseer ik altijd met even thuis blijven en even zoeken wat ik hier thuis nog kan doen. Hoef mij gevast niet te vervelen. Niet in die plastic buiten jij. Dus dat, ik heb cadeautasjes voor de kerst. Dus ik kan eventjes pakketjes maken. Ik wil eigenlijk een beetje een uitgebreider pakketje maken. Deze keer met kerst. Even iets leuks. Even iets leuks met de cadeaubon erbij. Dus we hebben gisteravond nog even tijd besteed aan het ontwerpen van een paar cadeaubonnen. Ik heb natuurlijk nou een fotoshoot gedraaid met de bedoeling ook dat ik van diegene foto's mag gebruiken voor zulke doeleinden. Dus daar heb ik wel eventjes geregeld. Knuffelkontje, hè? Zo'n kleine knuffelkontje, jij. Ja, dus dat wil ik eventjes vandaag gaan doen. Ja. Nou, gisteren ook meteen heel eventjes mijn WW-aanvraag ingediend, maar vast. Goed, als het allemaal een beetje wil opschieten, dan heb ik natuurlijk ook weer zoiets anders. Maar goed, daar moet ik nog wel eventjes fingers crossed natuurlijk. Nou, lekker taartje met sojaspekje. Kijk. Het is lekker makkelijk bewaren. Gewoon heel simpel. Ik heb niet eens echte verhoudingen. Maar ja, dat is gewoon puur een beetje op gevoel. Als je die gaat maken. Ik ga gewoon eventjes wat dingetjes verzamelen. Nou, en dan heel eventjes bestelling gedaan bij een van de warenhuizen in Nederland. Altijd leuke spulletjes daar. Cadeautasjes voor deze decembermaand. Voor leuke cadeaubonnen met van alles erbij. Nou, en hier mijn tegeltje. Het tegeltje wat de laatste keer kapot gevallen is, heb ik al eventjes gemaakt. Kan niet weer een mooi plekje krijgen. Nou, batterijtjes voor vol. Ik heb hier dan nog een. Zo. Nou, ik heb onlangs wel eventjes contact gehad met het ziekenhuis in zowel Helmond als in Tilburg, maar steeds vanwege die bloeduitslagen. Eigenlijk een beetje apart, want ik had gewoon heel even navraag gedaan, omdat die uitslagen er gewoon al veel eerder uit hadden moeten komen. En dat het onmogelijk is dat ik tussentijds besmet ben. Dus dat gaat lekker. Dus ik... Ik heb dus van Helmond bericht terug ontvangen dat daar een negatieve waarde was voor antistoffen van chlamydia. Dus dat is wel een hele bijzondere, maar ook ergens een hele verwarrende wending. Want als in april negatief getest wordt, in Tilburg testen ze positief. Op chlamydia, weet ik het ook niet meer. Dus ik heb het heel even mijn behandelende arts ook laten weten. Van ja, goed, dit hoor ik terug van Helmond. Want ik was natuurlijk, naast dat ik er best wel van geschrokken was, was ik ook wel echt een beetje pissig. Ik dacht van, nou, hoe kan dit nou weer gebeuren? Dat er weer dat zoiets over het hoofd gezien kan worden. Ja, ik denk ergens dat het ook wel heel begrijpelijk is. En nou heb ik het heel eventjes doorgestuurd ook. En kan er op mijn verzoek
een nieuw bloedonderzoek eventueel ingepland worden. Maar ik heb het wel even overgelaten aan de specialist wat zij ervan denkt. Of dat zij denkt dat het nodig is, omdat ze al aangaf dat het soms... ja, ook door bepaalde omstandigheden op die manier dan uit kan pakken. Het belangrijkste is dan dat ik die medicatie gehad heb en dat het dan daarmee sowieso uit beeld is. Maar ja, ik weet niet, ik vond het best wel apart eigenlijk. Best bijzonder dat dat zo kan. Maar ja, goed, ik heb wel eventjes... gedaan wat ik voor mezelf moet doen. En ik ga heel eventjes hier die poes van mijn bed afhalen. Dus ja, nou is het gewoon even afwachten weer tot de volgende afspraak. Maar dat was heel eventjes tussendoor een update van de situatie. Van wat mij op dit moment dwars zit. Zit. Nou, zoals je ziet ben ik weer heel eventjes losgeslagen. Of weet het. Iedere maand koop ik gewoon wat dingetjes bij. Het is zo cute. Ook mooi vast een kleine verzamelingje. Ik wil het niet al te gek maken natuurlijk. Het is een beetje maar genderneutraal nog. Dus meer mag ik van mezelf nog niet... Niet echt inkopen. Ik probeer mij eraan te houden. Valt niet mee. Valt niet mee, dat zie je wel. Even aan het kijken wat ik allemaal heb. Ik heb hier twee badkepen. Wikkeldoekje met die leuke mutsje. Die heb ik de hele tijd geleden ooit een keertje. Hier nog eentje. Dus daar heb ik al voldoende. Heb ik hier nog. Tasje voor haar schoningsmatje. Hier liggen de hoeslakens voor het bedje. Flessen met olie. Oude boeken nog voor mij. Oud jasje nog voor mij. Ja, dus heb ik al meer dingetjes nog die ik vroeger nog aangehad heb. Straks even opvouwen. Dan heb ik echt superveel hydrofiele doeken een tijdje terug op de kop getikt nog. Die had ik eigenlijk al een hoop. Maar een babyfoontje. Kijk en hier. Hoekjes, meubels, contactbeschermen. Doosje, wat spintje, onderweg. Bijtringetje, wat snufjes. Dit is maatje 68. Ja. Dit is maatje 74. Ja, en hier zit groter in. Dus al toch 86. Een badkamertje. Kijk, dingetjes die heb ik denk ik echt al een jaar of 10. 12. Waar ik voor theelichtjes, maar zo is ook leuk, hè? Kaarsje even aan voor het geurtje. Nou, dit noemen ze dan de grote schoonmaak. Dus meteen schoon en bennen tegelijk. Lekker eiersalade gemaakt vandaag. En heel eventjes mijn naaikoffertje tevoorschijn gehaald. Want we hadden nog heel even achterstallig werk. Ik moest nog heel eventjes het naadje van mijn zomerjurk maken. Gemaakt.